Bewonersbijeenkomst voor buren van Beuningse woning waar deze week een bom afging. Het pand is 4 jaar geleden al eens eerder gesloten geweest na de vondst van een vuurwapen, drugs en een flinke hoeveelheid contant geld. En verder in het nieuws vandaag, Bed R van Bert's Animal Verhuur gaat in hoger beroep. En na jaren van voorbereiding wordt de oude toren in Puiflijk nu toch gerestaureerd. Het zal je maar overkomen. Een bomaanslag midden in een rustige woonwijk. Afgelopen maandag op dinsdagnacht was het geval in Beuningen. In de Palinggracht is een woning het doelwit geweest van een explosief. Gisteravond was er een bewonersbijeenkomst. Heeft dat hen gerust kunnen stellen? Afgelopen maandag op dinsdagnacht vond er een bomaanslag plaats hier in de Palinggracht in Beuningen. Burgemeester Daphne Bergman heeft de woning hier achter mij tijdelijk gesloten. Gisteren was er een bewonersavond georganiseerd om de onrust in de buurt iets te verminderen. De bewonersavond was vooral om ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over het incident. Volgens de buurtbewoners kon de gemeente nog weinig zeggen over de komende dagen en weken. Volgens de huidige wetgeving mag de woning maar maximaal 2 weken gesloten zijn. Maar na eerdere sluitingen van het pand hopen omwonenden dat het langer gesloten blijft. Buurtbewoners zijn dan ook bang dat dit vaker zal voorkomen en hopen om meer duidelijkheid naar de bewonersavond. En een permanente sluiting van de woning. Er is al vaker onrust geweest rondom de woning. Het pand is 4 jaar geleden al eens eerder gesloten geweest na de vondst van een vuurwapen, drugs en een flinke hoeveelheid contant geld. De bewoners van het pand, een vrouw met 2 kinderen, hebben volgens een woordvoerder van de gemeente elders onderdak gevonden. De man van het gezin zit momenteel in de gevangenis, zeggen buurtbewoners. Of dat iets te maken heeft met het incident is niet duidelijk. De politie was vanmiddag in de buurt om in gesprek te gaan met omwonenden, maar over het onderzoek konden ze weinig zeggen. De politie is nog volop bezig met een onderzoek naar het incident. Ze kunnen nog niks vertellen over een eventuele verdachte. De vrachtwagenchauffeur die donderdag bij Andels door de vangrail reed, is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde rond 10:30 ochtends. De vrachtwagen kwam vlak voor de afslag Andels in de berm terecht. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de dag is overleden. De eigenaar van Bert's Animal Verhuur gaat in hoger beroep, bevestigt advocaat Kees Driesen. Hij werd donderdag voor dierenverwaarlozing veroordeeld. Hij krijgt onder meer een werkstraf en een verbod op het houden van dieren. De appelterner is volgens advocaat Driesen teleurgesteld en ontdaan. Hij voelt zich onvoldoende gehoord. Volgens Driesen wordt er in de uitspraak aan voorbij gegaan dat bij de laatste controles alles in orde was. De advocaat moet het vonnis nog verder bestuderen, maar het staat al vast dat hij namens zijn cliënt in hoger beroep gaat. Activisten van Extinction Rebellion gaan zaterdag Stadsbrug de Oversteek blokkeren. Het is een van de acties tegen de mogelijke komst van een nieuwe energiecentrale in Nijmegen die nog jaren op gas draait. Extinction Rebellion wil daar onmiddellijk een einde aan. Ook komt er een optocht door het centrum. Voor de optocht in het centrum heeft de gemeente toestemming gegeven. Voor de blokkade van de oversteek is geen toestemming gevraagd en dat gaat de actiegroep ook niet doen. Ze laten weten dat de blokkade om 12:00 middags van start gaat. Burgemeester Bruls heeft inmiddels een statement gegeven over deze plannen. En deze zijn terug te lezen op rn7.nl via de website dus. En dan, schoolreisjes. Voor ieder kind de dag waar je het hele jaar al naar uitkijkt. Toch is dat niet voor ieder kind een realiteit. Op de Sint Maartenschool, een basisschool voor speciaal onderwijs, hebben ze vandaag een bus gekregen om eindelijk met de kinderen uitjes te kunnen maken. Op de Sint Maartenschool in Nijmegen was het vandaag feest. De school heeft een schoolbus gekregen. Door de ligging van deze school bovenop een heuvel is het lastig om met de kinderen uitjes te gaan doen. De bus komt daarom goed van pas. Nou, wij merken, we zitten hier met deze school toch wat op een plek achteraf. En we vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen leren in de maatschappij. En dat leren in de maatschappij, dat kunnen we met de leerlingen met een motorische handicap, moeten we natuurlijk wel de maatschappij in kunnen gaan. En dat is best kostbaar als je steeds taxibussen moet huren voor een dag. De school heeft de bus gefinancierd door middel van sponsoringacties.
En daar zijn ze maar altijd blij mee. Nou, wij zijn in contact gekomen met Bureau Saam. En zij kunnen eigenlijk, hun werk bestaat eruit dat ze de sponsoren en subsidies gaan zoeken om deze bus vergoed te krijgen en mogelijk te maken. Dat is heel veel werk, dat kunnen wij zelf niet. Want dat is heel veel contacten leggen, bellen, langsgaan bij bedrijven. En zij hebben dat voor ons gedaan, waardoor uiteindelijk het bedrag razendsnel bij elkaar gehaald was. En wij de bus konden gaan laten opmaken. Om hier vandaag te presenteren. Voor de leerlingen van de school is deze bus een goede uitkomst. De eerste plannen voor een uitje worden al gemaakt. Hey, hoe blij ben je met de bus? Heel blij! En wat gaan jullie allemaal ermee doen? Nou, tuintjes, misschien een uitje weg. Ik weet het niet. En waar kijk je zelf het meeste naar uit? Wat vind je nou zelf leuk om heel graag een keer met de bus te gaan doen? Nou, het tuintje waar we altijd bijna elke woensdag naartoe gaan. En kies je naar Efteling te gaan. Naar de Efteling? Zo, dat zou helemaal leuk zijn, hè? En dan de restaurant. Of zo. Volgens mij elke dag staat de bus helemaal volgepland. En er zijn schoolreisjes, maar het zijn ook uitstapjes naar supermarkt bijvoorbeeld om daar te leren wat bepaalde bedragen inhouden. Dus we gaan naar de schooltuinen waar we ook actief in zijn. Dus volgens mij staat die helemaal vol en wordt het alleen maar meer. Ooit was het een van de oudste kerken in Maasendaal. Maar al een paar honderd jaar staat alleen de toren ervan nog op zijn plaats. Na een voorbereiding van 6 jaar is inmiddels het moment daar dat er een grondige renovatie op de agenda staat voor de oude toren in Puiflijk. Op dit moment wordt de toren dan ook in de stijgers gezet. Het geluid van tikkende buizen, hamergeklop en roepende mannen op de achtergrond overheerst deze week in Puiflijk. Deze geluiden zijn in alle hoeken van het dorp te horen. En de stichting is blij dat het nu zover is. Het is zover. We kunnen eindelijk, na 6 jaar voorbereiding, gaat het eindelijk gebeuren. Onze toren gaat gerestaureerd worden. En dan komt hij er weer piekfijn bij te staan. En wat vooral heel erg leuk is, het wordt niet alleen een monument, maar het wordt ook een levend monument. We willen het echt gaan gebruiken als centrum voor allerlei activiteiten in, maar ook om de toren heen. Ooit was de toren onderdeel van een kerk. Ja, het origineel, dat is... En dat willen we straks ook duidelijker zichtbaar maken. Het was natuurlijk onderdeel van de kerk. En wat we nu zien, een stukje nog fundering, dat is toch opgemetseld op de oude fundering. Er zijn ooit opgravingen gedaan om te zien. En dan zie je dat er wel 3 of 4 verschillende kerken iedere keer uitgebreid zijn. En die zijn nog veel ouder dan 1400. Je moet echt teruggaan tot, ik denk wel, de 12e eeuw. Een tijdje geleden hebben we hier een deskundige gehad. Die is echt van overtuigd dat deze toren ouder is dan tot nu toe aangenomen. Het idee was eigenlijk dat hij rond 1420 ongeveer gebouwd zou zijn. Maar hij is ervan overtuigd dat hij minstens 100 jaar ouder moet zijn. De voorbereiding duurde mede zo lang omdat er een grote som geld bij elkaar gezocht moest worden. En daar is toch bijna 4 ton voor nodig. Hè? Dus het is een hele kostbare operatie. Maar ja, er is ook heel lang geen onderhoud gepleegd. Er zijn in het verleden dingen uit de toren weggehaald die weer terug moeten. Dus het kost natuurlijk ook wel wat. En zeker gezien alle prijsstijgen in de bouw van de laatste tijd. Dat kwam er ook nog bovenop. Dus het was wat dat betreft een lastig klusje. Maar het is zover. De toren en de terp zullen in de toekomst ook voor andere doeleinden en activiteiten beschikbaar zijn. Wij als stichtingsbestuur, Stichting Oude Toren Puiflijk, die zijn... stellen ze ons vooral ten doel van we zorgen dat het klaarkomt, dat het beschikbaar blijft. Zij zijn in eerste instantie facilitair, zullen we maar zeggen, voor mensen die het willen gebruiken. En het kan in principe iedereen zijn. Het kan een groep zijn, kan een individu zijn. Iemand die een keer een tentoonstelling wil houden hier in de toren zijn. Iedereen is in principe welkom. De Vierdaagse Feesten komt dit jaar weer met een bijzonder polsbandje op de markt. Met de aanschaf van dit bandje heb je als vrienden van de feesten niet alleen allerlei voordelen en kortingen te pakken. Ook op sociaal gebied heb je een streepje voor. Als je het polsbandje binnenstebuiten keert, verschijnt namelijk de tekst Talk to Me. Voor €12 heb je een polsbandje voor de Vierdaagse Feesten waarmee je van veel voordelen profiteert. Zo kun je snel doorlopen bij de toiletten. Is er een extra programma aanbod? En kun je 1 keer gratis met het pontje naar het Stadseiland varen. Sinds de editie van 2022 staat er Talk to Me op het polsbandje. En dat betekent dat als je dit draagt, dan
laat je eigenlijk merken, ik sta open voor contact. Ik vind het fijn om met meerdere mensen in contact te zijn. Dat doe je natuurlijk sowieso al wel op een festival. Het hele sfeertje met nieuwe mensen ontmoeten. Nou, en dat willen we eigenlijk stimuleren om dus met nieuwe mensen, bekenden, wie dan ook, elkaar te verbinden en samen de feesten te vieren. Dit jaar zal er een platform zijn waar je mensen kunt terugvinden die je op de feesten hebt ontmoet, maar geen contactgegevens van hebt. Dit is nieuw, want vorig jaar konden mensen elkaar niet meer makkelijk terugvinden. Want we kregen echt een berg aan berichten over ons heen met... ja, ik heb zoveel leuke mensen ontmoet, maar geen nummers uitgewisseld. Of ik heb een leuke iemand ontmoet, maar ja, ik krijg daar geen contact meer mee. En ik weet eigenlijk helemaal niet waar die vandaan komen of komt. Dus toen hebben wij op social media allemaal oproepjes gedeeld. En daar kregen we weer veel meer reacties op van... ik wil ook iets delen. En toen... nou ja, kregen wij het eigenlijk niet meer voor elkaar om dat goed te doen. Dus toen kreeg ik weer allemaal reacties van platforms die dat misschien wel kunnen doen. Dus nu gaan we samenwerken met Matchmaker Brabant. En zij gaat voor ons zo'n platform inrichten. Waardoor mensen dus via onze app en website daarop terecht kunnen komen. En in zo'n besloten groep die oproepjes zelf kunnen delen. Wij zullen ook zorgen dat er evenementjes inkomen van ontmoet daar de mensen die je gisteren misschien gezien hebt. Dus om ook mensen een beetje te helpen en te sturen daar naartoe. Helaas zijn er nog geen succesverhalen bekend van voorgaande jaren. Met dit nieuwe platform hoopt de organisatie dat het makkelijker wordt om met elkaar in contact te komen. Ik heb zelf niks meer teruggehoord van de mensen die we gekoppeld hebben. We hebben namelijk superveel oproepen gedeeld, maar de drempel om natuurlijk te reageren was best wel hoog. Want je moet ons dan een berichtje sturen met, ja, volgens mij ben ik die persoon die waarover gepraat wordt. En dan stuurde ik steeds wel de profielen naar mensen door, met goedkeuring natuurlijk. Maar ja, dan hoorden we of terug van, oh helaas, ik was het toch niet. Maar verder heb ik daar nog niks over gehoord. Dus als er iemand dit ziet, zou het natuurlijk heel leuk zijn als we dat nog terug horen. Maar daarvoor willen we dit platform dus ook inrichten. Zodat mensen wat anoniemer en dat de drempel wat lager is om te reageren. Zodat er hopelijk wel echte koppels naar buiten kunnen komen. 16 jeugdvoetbalteams van over de hele wereld die strijden om maar één ding, de Novio Talent Cup. Dit weekend vindt er een nieuw jeugdvoetbaltoernooi plaats op het sportcomplex van NEC. De spelers Alireza Jouwenbaks en Jasper Sillissen zijn ambassadeur van het toernooi dat door onder andere oud-NEC'er Daan Disveld wordt georganiseerd. Jeugdvoetbalteams helemaal uit Congo, Canada en Singapore, maar ook grote Europese clubs als Benfica, Bayer Leverkusen, Club Brugge en Feyenoord zijn dit weekend op het sportcomplex van NEC te bewonderen. Mede-organisator en oud-NEC'er Daan Disveld speelde zelf ook jeugdtoernooien met NEC. Dat in combinatie met zijn liefde voor de club zorgde voor dit toernooi. Best wel lastig, maar ik wilde iets, het klinkt altijd zo heftig om te zeggen, ik wilde iets aan NEC terugdoen, maar ik wil NEC toch wel ergens mee helpen. Omdat ik me gewoon heel erg thuis voel hier bij NEC. En als ik terugkijk op mijn carrière, dan herinner ik me namelijk de toernooien en niet per se de competities of de wedstrijden. En toen dacht ik, ja, dus hoe vet zou het zijn als we echt een heel vet toernooi hier bij NEC neer kunnen zetten. En met Bas en met Tony toen de tijd, die hebben het gesprek gehad. En die waren super enthousiast. En nu staan we gewoon hier met 16 teams, dus het is echt bizar. Algemeen directeur van NEC Wilco van Schaik is trots op het toernooi en volgens hem past het goed binnen de visie van de club. Ja, dat maakt wel trots denk ik als directeur en ook namens de organisatie. Als je dit soort topclubs hier naartoe kunt halen, dan loop ik hier wel trots rond. Nou, dit is absoluut een topsport. En wat wij willen natuurlijk met onze academie ook de komende jaren doorontwikkelen tot topsportniveau. En dat betekent dat je ook daar prijzen moet pakken en in de hoogste divisies uit wil komen. Maar vooral belangrijk voor ons talent ontwikkelen. Ja, talent ontwikkelen met weerstand. Nou, die bieden wij wel de weerstand voor de talenten op het absoluut hoogste niveau. En als je dit soort dingen kunt aanbieden als club als NEC, dan blijven talenten ook bij je. Naast natuurlijk de individuele manier van trainen en begeleiden die we al doen. Maar dit voegt wel heel veel toe waarom talenten bij NEC willen spelen. Ook na deze editie zal het toernooi nog 2 jaar bij NEC te zien zijn. Volgens Disveld is het nu al voor herhaling vatbaar, maar wel met wat extra hulp. Klopt, we hebben met NEC afgesproken dat we in ieder geval, we gaan jaar voor jaar kijken. In principe kunnen we hier 3 jaar terecht en zijn zij de gastclub voor het toernooi. Dus ja, als ik dit zo zie, dan is het zeker voor herhaling vatbaar. Maar misschien wel 1-2 extra mensen in de organisatie, want ik had een kort nachtje. Yeah. Yeah.
Ja, net als de afgelopen dag is het ook vanavond en vannacht nog licht wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. En er komen ook nog enkele buien voor. Morgen op de eerste dag van de zomer gaat de dag grijs van start door veel laaghangende bewolking. Af en toe valt er ook nog een beetje regen en het wordt morgen zo'n 21 graden. Zondag is het iets frisser met 19 graden, maar laat wel de zon zich vaker zien. In de nieuwe week blijft het nog even licht wisselvallig, maar naarmate de week vordert blijft het vaker droog. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 31 mei. Het laatste nieuws is altijd te vinden op rn7.nl en in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je het afscheidsinterview met burgemeester Willem Gradersen, die vanavond feestelijk afscheid neemt van de gemeente Mook en Middelaar. Maandag zijn we weer bij je terug, dus voor nu een heel fijn weekend en graag tot dan.